Hi, welkom of welkom terug op mijn kanaal. Ik zit even te kijken hoe mijn make-up van vandaag is blijven zitten. Maar wel oké. Kom ik op terug. Daar gaat dus deze film niet. Dit filmpje niet over. Wat we gaan doen is mijn. Get unready with me. Moet ik dat zo noemen? Ondertussen ben ik een nieuw everyday bakje aan het maken. Nou dat. Get unready with me. Ik gebruik zo'n borstel. Deze is al gebruikt, dus daarom is die vies. Maar. En de Garnier Vitamin C Clarifying Wash. Deze. En dan doe ik één pompje op mijn borsteltje. En dat typ ik dan zo over mijn gezicht en borstelen. Maar het gaat een beetje schuimen. Niet gaan gillen. Dat doe je verkeerd. Dat doe je verkeerd. Dit is gewoon hoe ik het doe. Ieder zijn eigen manier. Borstelen. Niet te heftig bij de ogen, wel de wenkbrauw, wel de wenkies en de zijkant van de neus en hier. Deze gaat in de naar de badkamer om gewassen te worden. Dan pak ik een doekje en dan veeg ik dat eraf. Mijn spiegel staat niet goed, maar geeft niet. Vervolgens heb ik een. Nou, ik heb nu deze. Die zijn volgens mij van de Action. Zo'n stoffen wattenschijf. En dan neem ik de Garnier Skin Active Micellair Reinigingswater met vitamine C. Deze hoef je niet te schudden, in principe. Ik doe een beetje op mijn watje. En met hier kan ik ook mijn onderogen mee schoonmaken. En wederom goed. Hier aan de zijkant bij de neus. Waar het. Het zit een beetje in mijn neus. Waar het een soort van gescrubd is. Een stukje van mijn nek mee, waar ik altijd in make-up doortrek. Ja. Doe een heel klein beetje op de andere kant. Echt maar een klein beetje. En dan voorzichtig maak ik hier ook mijn ogen mee schoon. Ik gebruik daar geen apart product voor. Ik merk dat het met het micellairwater echt prima gaat. Zachtjes met je ogen, hè? Rustig wrijven. Beetje zo de mascara eraf. Even checken of optisch alles weg is. Zo. Dat wat betreft het schoonmaken. Dan heb ik er zo'n doekje. Volgens mij zijn deze ook van de Action. Ik heb ze in allerlei roze tinten. Die vouw ik in vieren. Dan neem ik de Kruidvat Face Tonic voor de droge huid. En dan spuit ik een beetje op één zo'n kant. Zo. Toevallig is dit een donkere. En is het goed te zien voor jullie dat die echt. En daarmee ga ik gewoon over mijn gezicht heen. Zo. Omdat ik maar één kwart gebruikt heb van deze kant, kan ik de andere kant morgen gebruiken.
Dit is het schoonmaakgedeelte, wat mij betreft. En ik begrijp dat het misschien niet perfect is. En dat er misschien hele andere dingen moeten gebeuren. Ik soms, maar dat doe ik niet elke dag hoor, heb ik van deze brightening reinigingspads. Maar deze exfoliëren ook. En ik gebruik ook vaak een, dit is als ik het gewoon eraf wil halen. Maar ik gebruik ook vaak een cleansing balm en een mousse en een fysieke peel. Maar vandaag even niet. Dit is mijn dagelijkse en die andere dingen zijn voor de extra's erbij. Zeg maar deze peel pads, die maken ook, die reinigen ook. Doe ik ongeveer één keer per week en doe één keer per week de fysieke scrub, sorry. En dan de reinigingsmoes af en toe. Nu ben ik nog bezig met de oogcreme van Charlotte Tilbury. Hij is bijna op. En dan gaan we ook een klein beetje hier op de ogen doen. En op mijn lipperrand. Ik heb ooit gezien dat dat heel goed werkt. En ik heb een anusmond. Ik weet niet of ik dat woord mag zeggen hier. Met van die rimpels en dit. En ik probeer dat een beetje gewoon te verzorgen. Dan heb ik de Revolution Pro Miracle Night Serum. Maar daar doen we een beetje van. Dit schijnt een redelijke dupe, identiek product in ieder geval te zijn. Aan die van Estée Lauder. Wil je daar meer over weten? Check het kanaal van Pampered Wolf. Daar heb ik het van. Waar is nu mijn doekje? Hallo, oh hier zo. Helemaal hallo. Ik kan niet ineens weg zijn. Dat is de Night Serum. En dan heb ik bijna op de Hydro Protect Melting Moisturizer van Catrice. Die heb ik echt bijna op. Binnenkort moet ik hem gaan openknippen. Maar nu nog komt er nog een dotje uit. Dan knijp ik hem zo even hier op een plaatje. En dan haal ik hem daar af. Even uitwrijven. Mijn main focus is altijd hier mijn wangen. Want daar is het het droogst. Het is overal droog, maar daar is het droogst. Zo. Moisturizer zit op. Als ik nu heel veel zin heb, dan zou ik nog met zo'n roller. Kunnen doen. Maar ik moet zeggen, dit soort dingen doe ik meestal 's ochtends. Ook heb ik zo een van Boozy Shop, dus voor je onder, voor je ogen zo. Het voelt wel heel lekker koud aan. Ik ga gelijk even schoonmaken zo meteen. Laat het laadje even openstaan. Dat ik weet dat ik ze schoon moet maken. Dat is een beetje mijn dagelijkse snelle schoonmaakroutine. Ik heb ook nog deze Hydro. Maar deze gebruik ik vaak 's ochtends. Evenals dit Hydro Serum van Catrice nu. Ja, ik heb verschillende. En één keer per maand scher ik mijn gezicht. Mijn snor en gewoon mijn gezicht. En ik heb hier
En hier altijd een hele lange haar, die epileer ik dan. En de rest scheer ik gewoon, wenkbrauwen, dat soort dingen. Maar doe ik één keer per maand, zodat ik weet dat ik op een avondje gewoon op mijn gemak dat kan gaan doen. Dit is mijn snelle avondroutine. Hoe lang ben ik nu bezig? 10 minuten. Met praten mee. Valt wel mee, toch? Oh ja, en dan doe ik nog een beetje handcreme meestal, als ik naar bed ga. En dan ben ik lekker helemaal klaar. Voor de nacht. Nou, dat was hem. Bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je een leuke video vond. Wil je meer van deze video's of heb je een andere video waar je zegt, joh, je moet echt daar eens een keer je licht over laten schijnen. Of ik ben benieuwd naar je mening daar en daarover. Laat het weten. En dan, misschien doe ik er wat mee. Ik heb een lijstje. En dan schrijf ik de verzoekjes op, zeg maar. Dus ik vergeet ze niet en ik lees het echt allemaal. En dan gaan we proberen daar zo snel mogelijk gehoor aan te geven. Bedankt voor het kijken. Fijne avond en tot de volgende keer. Doei!